Alexander Kreulen van de VVD. Dan André Benning. Dan Fief Lerix. CDA. Ik zag hem nog ergens, Willy van Dongen, maar je ziet niet meer. Oh, is de tijd. Ja. In het voortgezet onderwijs moeten alle leerlingen een verplichte cursus sociale media aanbieden. Door een kleine fout bij het plaatsen van een Facebookbericht vorig jaar is het vreselijk uit de hand gelopen in Haan. Het meisje was vergeten om alleen aan te klikken dat het voor vrienden was. Door dit kleine foutje is het hele centrum van Haan verbouwd. Is het wel niet dat een leerling de leraar moet helpen hoe een computer werkt, hoe ze op Google iets moeten opzoeken, of niet eens weten hoe een filmpje op YouTube werkt. Wij vinden ook dat het eigenlijk niet alleen voor de jongeren op het voortgezet onderwijs moet zijn, maar ook vooral voor ouderen. Want je ziet echt dat tegenwoordig heel veel ouderen ook met bijvoorbeeld Facebook en Twitter gaan beginnen. Als jongeren onder de 18 alcohol in hun bezit hebben, moeten niet alleen zij een boete krijgen, maar ook hun ouders. Wij zijn voor deze stelling. Het is namelijk zo, ouders willen graag dat ouders toezicht houden op hun kinderen en hun kinderen stimuleren om geen alcohol te gebruiken. Wij zijn tegen, omdat het de eigen verantwoordelijkheid is van de kinderen. De ouders die hebben geen toezicht op de kinderen als ze niet thuis zijn. Wat nog niet genoemd is, is dat het een ontzettende kloof ook creëert tussen de ouders en het kind als je er het gaat beboeten. Als de ouders weten dat de ouders ook een boete krijgen naast dat het kind een boete krijgt, gaan de ouders ook steeds strenger controleren en wordt het voor het kind, doordat het steeds strenger gecontroleerd wordt, ook aantrekkelijker. Want wat je mag, dat wil je graag. Nou, dan dank ik de dames en heren aan de tafel.